De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname, NOB, verwacht voor het komend schooljaar meer studieleningen. Dit zegt Sandy Cameron, directeur van de financiële instelling, in een gesprek met de nieuwsdienst. Ze verduidelijkt dat studenten het allesbehalve makkelijk hebben met het financieren van hun studielening. De leningen worden groter, meer ook door de rente, toch? Dus wat ze dan minimaal betalen is de rente en een stukje aflossing. Dus dan gaat je lening dan wel langzaam afnemen. Maar de consequentie is nu een langere looptijd vanwege verlagingen van de aflossing. Want je hebt ook mensen, nadat ze dus klaar zijn met hun bachelor, dat ze verder gaan voor hun master. Komen ze dus weer voor een lening. Nou, de leningen zijn allemaal in SRD, de collegegelden zijn in valuta. Maar ze krijgen wel een SRD-lening. We maken dus over dan naar de desbetreffende instelling. En dan, op basis van de koers die wordt aangegeven, doorgaans is het de centrale bankkoers, hoor, maken we dan over en dan wordt de lening opgeboekt. Cameron geeft verder aan dat de redenen voor problematische aflossingen per student verschillen. Iedereen kampt in moeilijke economische situaties met iets anders. Het verschilt, is verschillend. In de COVID-periode had je natuurlijk mensen die dus een bijbaantje hebben en die zeggen ik heb nu helemaal geen inkomsten meer. Dus daar moesten we rekening mee houden. Wat je ook hebt, studenten als ze zijn afgestudeerd vinden ze niet direct een baan. Dus je hebt daar ook een periode die je moet overbruggen. En daarnaast heb je ook een andere soortige omstandigheden. Elke student heeft een eigen omstandigheid. Dus we maken ook een op maat aflossingsbedragen per student. Maar doorgaans zijn de redenen afgestudeerd. Ik wil nu ook mijn auto kopen. Ik wil ook met mijn perceel beginnen. Ik heb een studielening en ik heb niet zoveel ruimte in mijn salaris. Dus kunt u de aflossing iets verlagen, zodat ik ook nog andere zaken kan doen. Dus dat zijn wel de probleemgevallen en de vragen die we krijgen van studenten. En het fonds is uiteindelijk bedoeld om studenten af te leveren, om ze ready te maken natuurlijk voor de samenleving, dat ze ook een baan vinden en mee helpen dragen aan de ontwikkeling van Suriname. De directeur zegt dat de bank, indien nodig, bereid is meer bewegingsruimte te geven aan studenten om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen.